Hij is de jongste van alle 12 lijsttrekkers en ook nog eens van de nieuwste partij, Rob de Koe van Lokaal Overijssel. Ik vind een vriendelijke uitstraling hebben. Jong ja. Nog. Ja. Jong nog, ja. Jong. Ja. Hij kan zo meegedaan hebben in Boerzoekvrouw. Hij zat zo mee kan hebben in Boerzoekvrouw. In Rijssel-Holten is hij raadslid voor Lokaal Liberaal en nu gaan de lokalen het provinciaal proberen. Nou, hun zijn natuurlijk debutant op het bord. Dus ik ben wel benieuwd naar of ze verfrissende ideeën hebben ten opzichte van bestaande partijen. Goedenavond. Middag. Goedemiddag, Sylvia. Goedemiddag, Kees. Goedemiddag, Rob de Koe. Andrea. Rob de Koe. Nou, daar zit je dan als lokale partij. Nee, als provinciale partij. Nee, als provinciale partij, van de lokale. Van de 47 lokale partijen hebben we inderdaad een gezamenlijke provinciale lijst opgesteld met mensen. En wij proberen met die 47 lokale partijen en hun achterbannen, de burgers die lokaal leven en wonen, provinciaal beleid weer terug te brengen naar de burger. Wat voor kleur, wat voor stroming mogen we verwachten van jullie als nieuwkomer? Wat dat betreft redelijk in het midden. We kunnen linksaf, we zullen ook een aantal keer rechtsaf gaan. Dat hangt echt af van de onderwerpen die wij voor onze neus krijgen. Nou, daar wil ik gelijk op inhaken. Hoe denken jullie over de leefbaarheid in de dorpen en mede samenhangend de vervoerstromen en het recht op mobiliteit? Hoe denken jullie daar als lokale partijen over? Ik denk dat inderdaad heel belangrijk is. De Rijksoverheid verwacht van mensen dat ze steeds meer en langer zelfstandig blijven wonen. Daarvoor is het gewoon noodzakelijk om die mensen, vooral juist in kleine kernen, om die goed mobiel te houden. En goed mobiel houden doe je met goed openbaar vervoer. En daarnaast denk ik ook dat je het platteland, kleine dorpen ook, moet gaan verglazen, glasvezel moet gaan aanleggen. En daar zul je dan ook in moeten gaan investeren. Want dat is gewoon belangrijk, A, voor de landbouw, B, voor de mensen die dus langer zelfstandig moeten blijven. Maar nu naar provinciale thema's toe, zoals bijvoorbeeld natuur en landschap. Hoe staat uw partij daarin? Nou, recreatie, toerisme is voor Overijssel zo'n beetje de belangrijkste drager van de economie. Als je niet investeert in die belangrijkste drager, recreatie en toerisme, dan ga je als Overijssel achteruit lopen. Maar hoe houden we dat dan in stand? Wij moeten daarin investeren, in verbindingen maken. Wij moeten er ook voor zorgen dat het interessant blijft. Dus ruimte geven aan ondernemers om nieuwe ontwikkelingen door te maken zonder de natuur aan te tasten. En dat kan bijvoorbeeld heel goed op de Zandlandse Heuvelrug, de Holtenberg. Het viel mij ontzettend mee in positieve zin. Heel goed, gewoon echt open en kijk je aan en onbevangen en ja, goede praten. Ja, ik vind het echt een goede politicus. Hij wist veel. Hij wist wel zijn praatje te verkopen. Frisse jonge indruk. De zorg. Dit is natuurlijk een hele grote zorg. En voor iedereen wordt het een grotere zorg. Maar wat kunnen jullie betekenen voor een acceptabele zorg? Dat is een hele lastige. Formeel hebben we daar geen taak. En dat is wel heel pijnlijk. De Rijksoverheid organiseert het op deze manier. En op zich is het natuurlijk een goed gegeven dat je de zorg zo dicht mogelijk bij de mensen organiseert. Maar ik vind het wel heel spijtig dat de Rijksoverheid daar ook een hele grote bezuiniging bij heeft gelegd. Die voor de gemeentes niet te behappen is. Hoe kijken jullie als nieuwkomer tegen het feit van werkverdringing aan en stimuleren van werkgelegenheid? Het stimuleren van werkgelegenheid is natuurlijk zo'n beetje de kerntaak van, ik denk, bijna elke politieke partij op provinciaal niveau. Daarom zeg ik ook, investeer nou in recreatie toerisme. Dat is de grootste drager, het is de grootste werkgever van Overijssel. En zorg er maar voor dat nieuwe werkgelegenheid buiten de provincie Overijssel de provincie Overijssel zo aantrekkelijk vindt dat ze zich hier gaan vestigen in plaats van in Amsterdam. Zo, de wind waait mijn jasje. Lastig. Dat gevoel had ik wel. Als het links veel kans geeft, gaat hij links. En is het rechts veel kans, gaat hij rechts. Hij praat niet met een achterban uit Den Haag. Hij praat puur uit Overijssel. Dat vond ik een grote voordeel van hem. Geef ze de kans om een plekje te verwerven tussen de gevestigde orde in het provinciehuis. Ik denk dat dat wel een verrijking kan zijn en zoiets als de provinciale staten, als die daarin komt. Ik zou daar mijn stem aan durven geven. Ja.